De kippensector verkeert in moeilijk vaarwater omdat de prijzen van voer drastisch zijn verhoogd. Boeren moeten nu SRD 415 neertellen voor een zak startervoer in plaats van SRD 340. Pertab Bisumbar, voorzitter van de commissie Duurzame Oplossing Veevoeder Problematiek, geeft aan dat de regering zich samen met de sector buigt over deze kwestie. Verder legt hij uit waaraan de verhoging te wijten is. Er wordt nu veevoer geproduceerd in Suriname, waar wij voor 50% grondstoffen gebruiken die in Suriname, laten we zeggen, geteeld worden. En met name uit de rijstsector. De overige 50% van de grondstoffen die worden geïmporteerd. En natuurlijk zijn dan de veevoerfabrieken afhankelijk van de beschikbare dollars. En ik ga de dollarvraagstuk, de vriendenvaluta-vraagstuk. Veevoerfabrieken zijn dus afhankelijk van de US dollars, tegen welke prijzen dat kunnen kopen. En op basis daarvan berekenen ze natuurlijk hun grondstoffen van het buitenland door. Aan de andere kant is er nu dus ook een tendens op de wereld dat grondstoffen voor veevoer, dat een prijs stijgt. Het wordt schaarser op de wereld. Het stijgt in prijs. En laten we zeggen, parallel daaraan, ja, verhogen de rijstboeren ook nog hun prijzen van producten die afkomstig zijn uit de rijstsector. En dit alles maakt samen dat de prijzen inderdaad de lucht ingaan. Kippenboeren vinden dat indien de regering niet snel ingrijpt, de sector over de kop zal gaan. De boeren die minder dan 1000 kippen kweken, hebben het zwaar te verduren, omdat zij los van de hoge prijs ook moeilijk aan voer kunnen komen. Bisumbar geeft de kippenboeren enkele tips hoe te overleven in deze situatie. Kijk waar je rijst kan kopen, waar je een beetje slijtmeel kan kopen. Mix het samen tot een product en probeer je kippen daarmee levend te houden. En probeer zo snel mogelijk voer te betrekken bij een van de veevoerfabrieken die dus. En ik denk dat ze nu allemaal toch wel over veevoer beschikken. Mm-hmm. En de komende 2 weken zie ik niet dat er een tekort verder gaat zijn. Minister Pralat Seudin van LVV zei op 18 december in het parlement dat de situatie nijpend is, maar niet uitzichtloos. Hij gaf toen ook aan wat de oorzaken zijn. Pellerij heeft bereid gevonden om breukrijst te leveren. Op dat moment was beschikbaar 1500 ton breukrijst en 4000 zakken slijpmeel. Ik heb ze in contact gebracht met de voerfabrikanten, alleen dat zij daar hun grondstoffen zouden kunnen betrekken. De pellerijen gaven het probleem aan van in het verleden zijn er diverse pogingen geweest om een soort contract te sluiten tussen de voerfabrikanten en de pellerijen ten aanzien van de grondstoffen, breukrijst voornamelijk. Maar die kwamen met de klacht van dat de voerfabrikanten zich niet altijd aan de afspraken hebben gehouden, omdat met dat de prijs van mais internationaal omlaag ging, dat de importeurs voorkeur aangaven om mais te importeren dan lokaal breukrijst te kopen. Ik heb kunnen proeven dat dit al een aantal jaren speelt. En omdat wij, maar ik moet nu, het is mijn taak als minister van LVV, om die twee groepen bij elkaar te brengen. En omdat de groepen ook moeilijk georganiseerd zijn, je hebt 2 verenigingen van rijstexporteurs, je hebt te maken met een aantal voerfabrikanten.